Yo, what up YouTube? Welkom bij Amsterdam Backyard Cooking. Vandaag gaan we een tonijnsteak grillen met wasabi mayonaise. We gaan het doen op de Grand Hall. Gaan we even kort dichtschroeien en dan gaan we het bordje straks mooi opmaken. Wasabi mayo, wakame. We gaan er wat moois van maken. Amsterdam Backyard. Wat hebben we allemaal nodig? We hebben wakame salade, pepertjes, gebakken uitjes, gepekelde gember, limoen, wasabi, zout, peper, sesamzaadjes, mayonaise, 3 eetlepels, sesamolie, olijfolie, kikkoman sojasaus. We gaan even de gasbarbecue aansteken. Kan die alvast mooi opwarmen. Ondertussen gaan we de vis even met zout en peper kruiden, een beetje olie en dan de sesamzaadjes erbovenop. Next step, de wasabi mayonaise. Ik heb ongeveer 3 eetlepels mayo. Dit is Sanse mayo, een beetje zoet. Gebruik geen zure mayo, anders wordt het allemaal te zuur. Er gaat ook nog een beetje limoen bij, anders gaat het zure overheersen. Dan een beetje zout. Peper. En wasabi. Geven we dit even een snelle twist. Alles goed door elkaar heen zit. Oké, gaan we even proeven. Beetje zout. Ja, perfect. That's done. Gaan we nu de tonijn grillen. Ik denk dat die heet is. Ja, die is goed heet. Klein beetje olie op de plaat. Tonijn erop. Het gaat erom dat we hem alleen even dichtschroeien. Van binnen mag hij nog een beetje rauw zijn. Hij moet eigenlijk nog rauw zijn van binnen. Dus we gaan niet voor gaarheid, we gaan alleen voor dichtschroeien. Oké, gaan we hem omdraaien. Ongeveer 1 minuut aan deze kant gelegen. Je ziet dat hij nu ook dichtgeschroeid is hier. Pakken we de zijkanten nog even mee. Tonijn is dichtgeschroeid aan alle kanten. Dan gaan we nu de tonijn aansnijden. Dunne plakjes. Bordje erbij. Dan gaan we dresseren. Gaan we het even mooi neerleggen.
We zijn done. Dan weten jullie waar de tijd voor is. We gaan weer proeven. Beetje Kiko, man. Kunnen we niet missen, natuurlijk. Eens even kijken. Ja, ja. Wasabi mayo is lekker, niet te spicy. Wakame is er goed bij. Sesamzaadjes, top. Ik zeg dat je deze moet gaan maken thuis. Vond je dit nou een leuke video? Gooi een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal, Amsterdam Backyard Cooking. En ik zie jullie next time.